Yes jongens, welkom bij weer een kleine video-update. En ja jongens, zoals jullie weten ben ik ook papa natuurlijk. En this is the greatest thing in life eigenlijk. Je bent geblest als je een kindje hebt. En ja, dat doe ik dus ook hè. Kleintje eten geven. En dan kan ik met jullie even tegelijkertijd babbelen. Sorry als ik een beetje shake af en toe. Maar dat komt gewoon omdat ik in één hand die camera vast heb. En de andere hand, ja, ben ik het lepeltje aan het voeren natuurlijk. En ja, hey Mel, lekker eten. Klein is lekker aan het eten. Maar wat ik jullie voor wil bedanken is natuurlijk ja, de laatste tijd. Sinds ik de video heb gemaakt van wat is er aan de hand. Krijg ik weer abonnees. Super vet. Ik probeer steeds nieuwe content te verzinnen. Wat is er met je haar gebeurd? Ja. Ik probeer steeds. Ben je enthousiast Mel? Ja, ik probeer steeds nieuwe content te verzinnen zoals ik dus al zei. Om jullie te entertainen. Vandaag hadden we natuurlijk de Energy met Melk Challenge. Omdat Mike eigenlijk een soort van uitdaging gaf in de video. Ja, je bent op de video helemaal. Ja, jullie zien de hele tijd mijn kleine. Ik ben trots op, echt op mijn kleine. Ik ben echt trots op mijn kleine meisje. Hè? Papa is trots op jou. En ja, ik wil jullie daar gewoon voor bedanken. Alle nieuwe abonnees, alle abonnees die me al een tijdje steunen. En ja, we gaan deze zomer gewoon lekker door met Luigi's Mansion. We gaan lekker door met Saul. We gaan door met, wat doe ik nog meer jongens? Saul, Luigi's Mansion, Mario Kart natuurlijk met mijn vriendin. Als jullie willen dat er meer gameplay van mij en mijn vriendin online komt met facecam en anders, dan moet je deze video even liken en onderin de comments gaan zetten welke games wij moeten gaan spelen met z'n tweeën. Voor de rest is er natuurlijk Request Sunday. Dat is ook nog deze hele zomer van pas. Ja, jij moet een hapje. Dat is ook nog deze hele zomer van pas. Oh, dat is lekker. Je eet bloemkool vandaag, hè? Ja. Dat is dus nog van pas. Sorry jongens dat ik steeds onderbreek. En misschien dat ik dat ga oppakken na de zomer nog steeds. Request Sunday. Je kan nog steeds je games insturen. Dat moet je gewoon zeker doen. En ja, dat is gewoon superleuk natuurlijk. En na de zomervakantie zit ze zelfs in dus op de stoel. Omdat ze af en toe de lepel vasthoudt. En na de zomervakantie pak ik mijn andere series weer op. Zoals The Forest. GTA gaan we verder doen. En ja, wat ik jullie nog wel wil zeggen is dat ik... Ja, zeg het ze maar. Wat ik jullie nog wel wil zeggen is dat ik natuurlijk... ja, Pokémon ga ik niet meer doen, want dat wordt niet zo goed bekeken op mijn kanaal. Vind ik best jammer, want ik vind het wel grappig om elke dag een battle te doen. Maar ja, mochten jullie het alsnog willen, laat het dan even beneden in de comments weten. Ik ben jullie super dankbaar. Jullie zijn een topteam. Net als mijn kleine. Dat is nog een topper. Hier, kijk eens. Dat is de grootste topper in mijn leven, jongens. Deze kleine meid hier ook. En yes, it is Rage Rex signing out.